Goedemiddag bij deze live in de middag, deze leuke online demo dag. Ik ga mezelf even opzoeken. Dat is wel zo handig. Dan kan ik even met jullie meekijken. En ik hoor dat ik even een raam dicht ga doen. Want ze zijn hier flink aan het verbouwen. Oh. En ik hoor mezelf praten, want ik vergeet het geluid uit te doen. Zo, nou. Even kijken. Het raam dicht doen. Het is hier vandaag een heerlijk gekkenhuis. Ze zijn in de tuin bezig. Zwaar aan het verbouwen. En ondertussen gebeurt er van alles. En doe ik een live op deze superleuke demodag. Goedemiddag. Een hele bijzondere dag. Want we zouden eigenlijk gewoon in de winkels demo's doen. Maar dat is gewoon allemaal wat lastiger. Het is online. En dat is even anders dan anders. En dan ook nog in deze groep. En dus voor mij in elk geval hier in deze groep de eerste keer. Ik vind het super leuk. Wat gaan we doen? Nou, Janine heeft vanmorgen heeft ze al de hele collectie even laten zien. En helemaal doorgesproken wat er allemaal kan en mogelijk is. En nou ja, die heeft al heel veel suggesties gedaan. En die heeft een hele leuke kaart gemaakt. Ik ga een art journal bladzijde maken, maar die art journal bladzijde, dat zou net zo makkelijk een kaart kunnen zijn. Het gaat een beetje om de technieken. Wat ik ook ga doen deze keer, is prijsjes weggeven. En die heb ik alvast klaargelegd, want ik denk, ik ga jullie vast lekker maken. Ik mag er 2 weggeven. En ik mag dit setje weggeven. Dit zijn 2 van de Rice Papers, de JMA 24 en 23, samen met de Roos en de Lely, nummer 13 en 14, JMA 13 en 14. Die hebben jullie, als het goed is, ook al, tenminste ik denk dat de meesten gekeken hebben, al wel gezien. Dus dit is 1 setje. Dit is mijn setje, maar jullie krijgen gewoon een nieuwe. En de winnaars krijgen gewoon een nieuwe. Deze 2 rijspapier mag ik weggeven, 25 en 26, samen met de JMA stempels 15 en 16. Dat zijn deze 2. Dus ik heb 2 setjes om straks weg te geven. Dat ga ik straks doen. Ik ga straks ook helemaal uitleggen hoe dat gaat. Ik heb iets bedacht en ik hoop dat het allemaal gaat werken. Het is best even zoeken van hoe gaan we dit nou doen. Dit gaat even opzij. Janine had al aardig wat voorbeelden laten zien. Ik ben altijd ietsje... Janine heeft altijd de spullen iets eerder. Dus ik heb misschien niet zoveel voorbeelden als Janine. Maar ik had er wel al een paar gemaakt. Ik was onder andere in mijn Sidekick. Dit is die Beach. Die moet ik nog pimpen. Maar de Beach, die heb ik... daarin heb ik al... Ben ik... Zit ik stil... Ben ik stil? Nee. Zien jullie mij nog? Want mijn computer doet heel erg raar. Maar ik hoop dat jullie mij gewoon nog zien. Maar deze bladzijde die had ik al gemaakt in mijn Sidekick. En die Sidekick is niet zo groot. Maar die bloemenstempels passen er eigenlijk wel heel erg mooi bij. En ondertussen vraag ik me af of jullie mij nog zien en of jullie mij nog horen. Want volgens mij heeft Facebook de hele dag al problemen. Maar zo te zien horen jullie mij en zien jullie mij. Oké, ik ga gewoon door. Als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Dus dit had ik gemaakt. En ik heb eigenlijk de stencils en stempels van de collectie voor gebruikt. En toen had ik de smaak te pakken. En toen ben ik nog wel even doorgegaan. En ik dacht, oh, dit is ook gaaf. Want hier kreeg ik die graphite tint, de Derwent set, die waterverf set, kreeg ik binnen. En toen ben ik daarmee gaan kleuren. Dus dat vond ik ook wel echt heel leuk. Hier heb ik een soort van boeketje ervan gemaakt. Die lotus is erg mooi. Bij gedoedeld. En volgens mij is de rest niet van me. Dus die had ik al gemaakt als inspiratie, hè? Zoals dat zo mooi heet. Oké, nou als jullie mij allemaal zien en horen, dan is mijn computer gewoon van de leg. Heel fijn dat jullie mij wel zien. Dan heb ik deze nog gemaakt. Dit is met een van de rijstvellen, of de rijstpapier, ik zeg het altijd verkeerd, van de rijstserie, de Rice Papers. Heb ik deze gemaakt met de lotusbloemstempel erbij.
En ik heb hier de mandala's van Elizabeth Craft Design bij gebruikt, omdat ik gewoon de sfeer heel mooi vond. Hè? Dat mindful. En ik heb er nog één gemaakt. Die heb ik van de week ook laten zien. Dat is deze. Die schilderijkaart die heb ik net als de live in een andere groep nagemaakt met ander papier. Maar dit is de roos. En hier heb ik de roos ook gekleurd met de graphite tint waterverf. En ik heb hier achter de roos nog een keer gestempeld. En ik heb daar de van Tim Holtz, de embossing glaze, heb ik daar gebruikt. Dus een soort van schaduw. Dus die had ik ook al klaar. En deze had ik ook gemaakt. En die is leuk, want die is op zijn kop. Die is gewoon. Dus ik had gewoon serieus verkeerd gedaan. Maar deze die vond ik ook heel mooi. Ik vind dit ook gewoon echt een hele mooie bloem. Met de muurstempel die ik met embossingpoeder had gedaan op de achtergrond. En de letterstempels ook allemaal uit de JMA-serie. Tekstje uiteraard. Hè. Ik ben gek op Nederlandse tekstjes. Dus vind ik altijd leuk om er naartoe te voegen. Dus die hebben jullie misschien al wel gezien in de groep. Die had ik er allemaal eigenlijk al wel ingezet. Maar het is altijd leuk om nog even te kijken in de diverse planners. Vandaag ga ik eigenlijk ook in dit journal, maar ik heb eventjes alvast een blaadje eruit gehaald, aan de slag. En dit is het papier waarmee ik aan de slag ga. Waar is het grijze mee gedaan? Het grijze, daar moet ik echt heel erg goed nadenken, want ik heb er nu meerdere laten zien. Maar wat ik de stencils ik gebruik, is eigenlijk allemaal uit de serie van Janine. Ik heb ze volgens mij allemaal hier liggen ook. Deze gebruik ik ook heel erg vaak. Dat is een beetje het barok stencil. En deze gebruik ik heel vaak. Dat is die crackle stencil. Die gebruik ik eigenlijk alle drie regelmatig. En de barok is, het is allemaal mask, JMA. Daar begint het eigenlijk allemaal mee. Dit is de 5, dit is de 4. En dit is de 1. Dit is het eerste. Dit komt uit de eerste serie. En dat lijkt alweer heel lang geleden. Maar eigenlijk was dat nog maar, volgens mij, eind november, begin december vorig jaar. Zo ongelooflijk lang geleden. Maar de tijd gaat gewoon echt heel erg snel. Dus dat. Ik ga gewoon beginnen. En ik ga beginnen met te vertellen, als ik mijn bakje kan vinden, wat mijn focuspunt wordt. Want ik vind het handig om met focuspunt te werken. Gewoon, wat wordt de eyecatcher op mijn bladzijde? En die heb ik klaar. Want ik moest echt even het een en ander voorbereiden. Anders dan zou ik het echt nooit in de tijd redden. Ik zal even laten zien waar die vandaan komt. Die komt uit dit rijstpapier, de 23. Ik heb hem letterlijk uitgeknipt. En ik heb hem op 300 grams papier geplakt. Omdat het gewoon lekker stevig papier is. Dus dat had ik bedacht dat mijn focuspunt is. Dus die moet ik even bij de hand houden. Want wat ik dan doe is elke keer even kijken van hoe komt het uit. En waar wil ik hem precies? Wil ik hem hier? Wil ik hem daar? Wil ik hem daar? En ik heb een bakje. Dat is, mensen die vaker mijn lives hebben gezien, die kennen mijn bakjes. Goedemiddag. Met allemaal spulletjes die ik wil gaan gebruiken. En ik ga er echt van alles over vertellen. Want ik dacht dat ik deze ook nog wel mooi vond om erbij te gebruiken. Maar dat beslis ik eigenlijk altijd pas als het een beetje klaar is. Maar deze sowieso. Die prachtige poort, deur. Poort is het, hè? Die blijft mooi. En die ga ik gebruiken om al mijn bladzijden te doen. Op het rijstpapier zelf is er al een muur omheen. Maar ik vond het wel leuk om zelf die muur te maken. Ik ben nou eenmaal van het kliederen. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus ik dacht, er is een prachtig stencil voor. En dat is dus het stencil JMA 1. Het allereerste stencil. En ik dacht, dan is het wel leuk om dat te gebruiken om de muur mee te maken. En dan heb je allerlei pasta's, pastes, wil je het noemen, om dat te kunnen doen. En ik heb er ook echt wel een aantal in huis. Dus ik had een beetje keuzestress. Dus ik heb een paar dingen klaargelegd.
Ga ik eerst maar eens kijken. Ik denk dat ik hem hier. Hier wil. Hier wil. Hier wil. Hier wil. Hier wil. Wat zullen we eens doen? Zal ik hem hier doen? Ik ga hem hier doen. Dan ga ik altijd eventjes met potlood ongeveer aftekenen waar die komt. Waarom doe ik dat? Dan weet ik ongeveer ook waar ik het stencil moet gebruiken. Het kan natuurlijk ook over de hele bladzijde, maar ja, dan, ik vind het handiger om dat zo te doen. Dus dat is mijn manier om dat te doen. Nou heb ik meerdere, zit ik iets te missen? Ik probeer mee te lezen. Ik ga gewoon proberen mee te lezen. Ja, dit papier zit in het art journal van de JMA collectie. Dit is het journal. Dit is het grote journal. Je hebt ook een kleinere vierkante. Die is ook heel leuk. En dit papier zit er gewoon al in. Ik gebruik het eigenlijk voor van alles en nog wat. Maar dit papier, dit komt ook allemaal uit de serie. Volgens mij ook een keer een live meegedaan. Deze ook. Maar dit papier zit er al in. Het is heel erg sterk, goed mixed media papier. En dat is het, ja, ze noemen het A5. Maar het is volgens mij net iets groter dan A5. Journal. Dus die had ik eruit gehaald. Even kijken. Ik ga met de opmerkingen lopen vast. Ik weet niet wat er aan de hand is met Facebook vandaag. Maar ik ga echt proberen mee te lezen. En ik hoop dat jullie elkaar helpen als iemand een vraag heeft. En ik mis hem even. Want ik probeer twee dingen tegelijk te doen. Maar ja, ja die bakjes. Anders, die kennen we. Het is altijd wel handig en leuk. Oké. Waarom heb ik het rijstpapier op dat wit geplakt? Omdat, ik wilde dat eerst niet doen. Ik wilde eerst op het papier zelf werken. Maar, ik ga de hoogte in. En dan valt deze deur, als ik dat doe. En ik zal het heel eventjes voordoen. Dan begrijp je een beetje wat ik bedoel. Dan ga ik omhoog en omhoog en omhoog. En gaan we opbouwen en dan valt die deur weg. Dus ik wil die deur hoger. Of misschien niet, of misschien wel. Kijken, dat doe ik eigenlijk altijd ter plekke bepalen. Maar ik dacht, hoe ik het ook wil, het is handig als ik hem eventjes op dit papier doe. Zodat het eigenlijk een soort iets wordt wat ik gewoon zelf, waar dan ook, op kan plakken. Dus misschien dat hij wel gewoon rechtstreeks op de bladzijde terecht komt. Dat zou zomaar kunnen, maar ik weet het nog niet. Goed, de muur. Ik ga de muur doen. De muur ga ik doen. En ik heb dus echt serieus meerdere dingen hier klaarliggen. Dit is een die klimmerpaste. Die is die cacao. Dit is van Cosmic Shimmer, die granite pasta. En ik denk dat ik die wel leuk vind om te gebruiken. Ik heb ook nog, ik ben een ongeluk aan het zoeken geweest naar de texture relief pasta van Cadence. En ik kan hem toch niet vinden. Maar die moet ik ook ergens hebben. Maar dit is eigenlijk wel een hele geschikte om de muur mee te maken. Wat ik ook heb, is de mos. Zo. Maar eerst de muur. Ik doe dat altijd. Er zijn meerdere manieren voor. Ik doe dat meestal met een paletmes aanbrengen. Nou, je hebt ook van Finnaber. Heb je ja, een soort van siliconen kwast waar je het ook mee kan doen. Maar op de een of andere manier blijf ik mijn oude paletmesje gewoon heel prettig vinden. Dus ik ga daar gewoon mee aan de slag. Nou, en dit kan ook een kaart zijn. Dit kan ook een scrappagina zijn. Het is maar net wat je leuk vindt. Het gaat een beetje om het om het doen en de manier waarop het eventueel kan. En ik laat gewoon zien wat ik doe. En hoe ik dat doe. Even kijken. Nou, ik ben toch wel blij, denk ik, dat ik voor deze pasta heb gekozen. Want ik vind hem eigenlijk wel een mooie kleur. En er zit een beetje een goud glittertje in. Dat is ook wel echt heel gaaf. Nou, een beetje van de ongeveer. En dit luistert allemaal niet zo heel erg nauw. Het
gaat er gewoon een beetje om dat er een leuk structuurtje onder komt. En ik heb altijd een neiging om mijn hele bladzijde helemaal vol te maken. Dus ik doe dat. Ik doe maar gewoon wat ik normaal ook doe. Dat was niet de bedoeling om het daar te doen. Maar het is geen ramp. Ja, ik weet niet of jullie dat zien, maar het glinstert al heel erg mooi. En dit stencil, ja, is gewoon geweldig. Sowieso dat hele muurtjes gebeuren. Ernaast, dat is niet de bedoeling. We gaan er even af. Zo. En het is dus niet de bedoeling dat het heel netjes wordt voor de mensen die denken, oh, wat doet ze nou? Ja, het is wel voldoende zo. Volgens mij moet ik een beetje hoger werken. Dus ga ik maar doen. Die gaat even het water in. Ja, deze die... Ja, die is bij heel veel hobbywinkels wel te koop. Dat Cosmic Shimmer. En ja, dat is een leuk spul. En je hebt er inderdaad een heleboel kleurtjes in. Dit is volgens mij de Venetiaans goud. Maar er zijn nog veel meer kleuren. Dus dit is één. En dit moet... Ik maak altijd lawaai even. Voor de mensen met oortjes. Mijn excuses. Maar het moet even droog. En dat is, vind ik, ook wel leuk van de hele serie van Janine's Mindful Art. Of je kan de spullen uit de eerste lijn gebruiken in combinatie met de spullen uit de lijn die nu uit is gekomen. Het past gewoon allemaal heel erg goed bij elkaar. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want wat je ook ervan haalt, het past, je kan het ook weer met elkaar gebruiken. Ik begin altijd met een ondergrond, maar er komt nog van alles op. Dus ik maak me daar nooit zo heel erg druk om. Er gaat altijd, als een stukje niet mooi is zoals hier, dan gaat er vast wel weer wat overheen. Zo, het is wel aardig. Het wordt aardig snel zelf droog. En ik moet zeggen dat ik in mijn combinatie met dit stencil wel heel gaaf vind. Dus nou, dan heb ik het toch goed gekozen. Ik heb ook nog even over nagedacht om gewoon witte structuurpasta te gebruiken. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat het zo'n kleurtje heeft meteen. Mos. Van Cadence is die. Een heleboel hobbywinkels hebben de spullen van Cadence. En anders is het vaak voor hobbywinkels in Nederland ook makkelijk wel te bestellen. Ik pak ook weer mijn paletmes hiervoor. Beetje bij beetje bij beetje, niet te veel. En dan zo op die manier ga ik her en der wat mos aanbrengen op mijn muur. En ondertussen probeer ik met jullie mee te lezen. En als er vragen zijn, dan probeer ik ze te beantwoorden. Vaak scroll ik altijd nog wel heel even terug om te kijken of er echt dingen zijn die ik gemist heb. Maar ik vind het wel leuk om een klein beetje accent op dat muurtje te geven. En volgens mij ga ik mijn hele leven doen met het potje. Want je gebruikt er eigenlijk altijd maar een heel klein beetje van. Zo, ja. Zelf pasta maken, ja, dat kan ook nog natuurlijk. Ik ben daar niet zo'n held in, maar als je dat kan, dan
Waarom niet? Nou. Een beetje afvegen. En dan vind ik het wel genoeg. Met het mos. Ik doe altijd wel even een plastic zakje ertussen. Voor het geval het uitdroogt. Maar het effect is wel heel leuk om te gebruiken. Zeker op zo'n muurtje natuurlijk. Nou, paletmes ook even het water in. Ik heb een bak water naast me staan waar ik even alles in doe. Omdat het anders uitdroogt. En dan krijg ik het bijna niet meer van mijn stencils of van mijn spullen af. En dat vind ik zonde. Dus vandaar dat ik af en toe zeg van nou, het gaat even water in. Die bak staat naast me. Mijn hele tafel staat vol met allerlei spulletjes. Nou, zo. Nou, en dan is het even kijken wat wil ik er nou nog meer mee. Nou, ten eerste ga ik even terug. Die vind ik nog steeds leuk daar, dus dat is goed. Wat we dan gaan doen als volgende stap. Ik ga een beetje een vintage-achtige bladzijde maken. En daarvoor heb ik dus ook al een fotootje uitgezocht. Dit is van Craft O'Clock, de Mixed Media serie. En die hebben ook een paar sheets is dat, met allerlei vintage fotootjes. Dus ik dacht van, nou, dit vind ik wel een mooie foto. En die foto, die, zij kijkt een beetje rustig en dromerig. En ze is gewoon, ja, kalm. En ja, we hebben het natuurlijk wel over de Mindful Art serie. En dat heeft toch ook met het hier en nu en het rustig blijven en nou ja, alles te maken. Dus vandaar dat ik dacht, dat is wel een hele toepasselijke. Ik heb ook nog veertjes, dat is ook wel leuk om te gebruiken. Ik heb kaasdoek, dat is leuk om te gebruiken. Oh-oh, toen viel er een bloem in het water. Oh-oh. Dan heb ik ook nog kant. Dat haal ik gewoon bij een stoffenwinkel of zo. Of op de markt. Dus wel een beetje dat vintage kant. Dat is ook leuk om te gebruiken. Ik denk, ik pak het er gewoon bij. Waarvan ik denk, dat is leuk om te gebruiken. Maar eerst, het eerste wat ik wil gaan doen, is het kleuren van de stempels. Ik heb, omdat het anders te lang duurt, heb ik al gestempeld. Een aantal van de stempels van de nieuwe serie. Hè? Als iemand weet wat voor bloem dit is, dan zou ik het heel fijn vinden om ook te weten. Want ik ben totaal niet in de bloemen thuis. Weet dat dit een lelie is en dit een lotusbloem is. En die weet ik niet. Dus als iemand hem weet, dan hoor ik het graag. En die heb ik 2 keer. Waarom heb ik er zoveel gestempeld? Ik ben nogal van het knippen en plakken. En ik vind het wel leuk als ik een bladzijde opbouw om, nou ja, soms eventjes wat bloemetjes te knippen en her en der ertussen te doen. Maar ik moet ze natuurlijk wel eerst kleuren. Wat ik ook heb, volgens mij ga ik het nooit redden. Ik denk dat jullie nog even aan me vastzitten. Wat ik ook heb, is de randjes. Dat zijn de stansjes uit, ik weet niet welke serie van de Janine's Mindful Art collectie. Maar dit zijn de stansjes en die heb ik. Als iemand het nummer wil weten, dan kan ik dat wel geven. Want ik heb hem wel even bijgepakt. Die randjes zijn leuk om te gebruiken. Wat is nog meer leuk? Oh ja, en ik heb, er is ook een stans uit een eerdere serie. Die heeft allemaal van die leuke vlindertjes. En blaadjes. En bloemetjes. En nog meer blaadjes, kleinere vlindertjes. Er is nog een stans met een sleutel. Ik heb flink lopen stansen, hebben jullie door? Ik ben gisteravond in de stansmodus gegaan. Welke bloem? Is dat iemand die al geen klimaat is? Magnolia. Dat zou kunnen, ja. Dat is inderdaad, dat is waarschijnlijk zo, ja. En dan had ik ook nog, ik heb nog meer blaadjes. Die moeten allemaal gekleurd worden. Ik
ben op zoek naar iets. Oh ja, dit is de onderkant van de vlinder. Dit zou je nog in twee kleuren kunnen doen. En dan bovenop elkaar. En dan die vleugeltjes omhoog. Dat is ook leuk. Maar ik vind altijd alles leuk. Dus ik wil altijd veel te veel. Wat ben ik nou aan het zoeken? Oh ja, de klok. Die had ik nog. En ik had een slot. Dit zijn allemaal stansjes. Uit een van de collecties van Janine's Mindful Art. En die bloem, die moet ik ook even uitleggen. Dus die laat ik even hier. Heb ik nog meer bloem? Nee. Als ik dit wil gaan gebruiken op mijn journal bladzijde, dan zal ik het toch een kleurtje moeten geven. En dat kan gewoon met waterverf. Of met een spray, een inktspray. Of met nou ja, net wat je leuk vindt om te doen. Dat ga ik even doen. Ik ga eerst die bloem even uitleggen. Nou dacht ik dat het al eerder uitgelegd was. Maar soms is herhaling helemaal niet zo vervelend. Dus ik ga het gewoon doen. Die bloemetjes, die zijn ook uit... ik zal het eens even kijken of ik hem zo snel erbij kan pakken. Dan weten jullie waar ik het over heb. Oh ja, dit zijn de randjes. Dat is de stencil JMA 06. Dat zijn die randjes. En deze. Stencil JMA 05. Dus het is uit dezelfde serie geweest. Dan zie ik dat er een vlindertje in het zakje is gevallen. Maar die vind ik zo meteen wel weer. Hier heb ik de vlindertjes en de bloemetjes en de blaadjes uitgestanst. Ik laat het snel even zien. Dan weten jullie waar ik dat heb... vandaan heb. Ik heb nog geen stansmachine. Anneke, je gaat een wereld van je open met een stansmachine. Ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin heb ik dat ook nooit gedaan en niet gewild, maar inmiddels kan ik serieus niet meer zonder. Dat is echt, echt heel erg. Die bloemetjes, die kun je op verschillende manieren maken. Ik zal even twee verschillende laten zien. Die en bijvoorbeeld die. Dit is uit foam gestanst en ik heb twee grote en een kleine bovenop elkaar geplakt. En ik heb een meeldraadjes in het midden ingedaan. Dus ik heb een klein gaatje in het midden geponst en ik heb met een lijmpistool de achterkant vastgeplakt. Hetzelfde principe kan ook met papier. En hier heb ik hetzelfde gedaan, dus ook twee grote en een kleine met papier. En allebei zijn ze gekleurd met Versa Magic. Ik had hem hier liggen, ja. Ik had hem nog steeds. Dat is de Versa Magic, een beetje kalkachtige inkt. En dat kan zowel op papier als op foam. Dit is de Malted Mauve, denk ik. Past hier mooi bij. Want het roze komt hier ook weer terug. Dus ik dacht, dat is wel een mooi kleurtje voor hierbij. Dus vandaar, ik wilde eens proberen ik had nog nooit met foam gewerkt. Het papier... heb ik eerst, dat zal ik even laten zien, want dan heb je allerlei machientjes of zo'n dik schuimachtig ding, speciaal voor bloemen. Maar je kan daarmee ze zo maken. Dan drukt feitelijk die bloem erin. Maar omdat ik in een art journal werk en als ik hem helemaal zo maak, dan wordt het wel een heel dikke art journal. Dacht ik moet dat anders kunnen doen. Toen heb ik gewoon een kwastje gepakt en ik ben hem de blaadjes gewoon om gaan rollen. Nou, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. En dat heb ik met die ook gedaan. En in het midden heb ik een klein gaatje geponst. Daar heb ik een fase, zo'n ponsje voor. Met zo'n klein gaatje. Nou, en dan is het eventjes mikken op het midden. En zit er een gaatje in. En dan kunnen er meeldraadjes in. En die kan ik natuurlijk nou even 1, 2, 3 niet vinden. Maar daar doe er dan, hier doe ik ook een gaatje in. Die meeldraadjes erin. En met een lijmpistool maak ik hem even aan de achterkant vast. Zo doe ik het. Er zullen ongetwijfeld nog 20 manieren zijn om bloemen te maken. Maar dit is wat ik handig vind. Dus dit is wat ik gebruik. Ik denk, ik zal het even kort uitleggen. Omdat ik hem, ja, vanwege de tijd heb ik het van tevoren allemaal al gemaakt. Kijk maar hoe actief ik ben geweest. Want ik heb al aardig wat gemaakt. En ik heb, soms heb ik hier twee kleintjes bovenop elkaar. Soms heb ik alleen maar een kleine en een grote gebruikt. En zo ben ik alle bloemen gaan maken. En dan heb ik hier nog twee papieren.
En die wil ik ook op deze bladzijde gaan gebruiken. Wat mis ik? Volgens mij niet zo heel veel. Blaadjes. Waarom moet ik zoveel? Omdat ik heel mijn bladzijden ga opvullen. Ik ga een soort van hoge bladzijde maken. En dan heb ik veel spulletjes nodig. Dus ik heb echt ontzettend veel gestanst. Omdat ik het anders niet red. Even kijken wat ik ervan ga gebruiken. Maar daar zijn die bakjes dan ook weer handig voor. Als ik ze niet gebruik, dan bewaar ik ze wel weer voor een ander projectje. Dit is daarom ook leuk voor een kaart. Want je kan een kaart natuurlijk ook net iets dikker maken. Zeker als je de kaart persoonlijk geeft. Even kijken. Die hoeft niet. En nog vlindertjes. Nou, is dat kleuren voor mij... Dat heb ik best wel snel gedaan. Anders had ik dat allemaal al van tevoren voorbereid. Maar om alles van tevoren voor te bereiden, hoef ik het alleen nog maar in elkaar te plakken. Ik denk dat dat ook niet leuk is om naar te kijken. Ik denk dat ik alles wel heb. En de bloemen zal ik heel even terugleggen, want die heb ik nog niet nodig. Want ik ga toch eerst kleuren. Die leg ik ook weer even apart. Kant ook. En dan pak ik even een klapplaatje. En op mijn, hier heb ik ook al de bloemen al gekleurd. Dat is meteen goed te zien. Ik zal eerst even met de blaadjes beginnen. De kleur inkt die op de bloemen zit is van Versa Magic. En dat is de mauve. Molted mauve zou je zeggen in het Engels. Maar mauve een beetje. In het Nederlands denk ik. In elk geval die. Het is een beetje kalkachtige inkt. En dat pakt goed op dat foam. Vind ik. Ik vind het fijne inkt om daarmee te werken op foam. Maar op papier werkt het ook heel erg goed. Ik ga gewoon even met de blaadjes beginnen, want dat zijn de meeste. En die wil ik toch allemaal in dezelfde kleur hebben, dus dat is lekker makkelijk. En dit is eigenlijk zo gedaan. Het is meer werk om het neer te leggen dan om daadwerkelijk te kleuren. Ik ga kleuren met, geloof het of niet, waterverf uit... De collectie van Janine's Mindful Art. Dit is een waterverf met kleurtjes die afgestemd zijn op bloemen. Maar ik gebruik ze heel eerlijk gezegd voor van alles en nog wat. Maar er zit een hele mooie growth. En dat is een beetje een olijfgroen, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik wel een heel geschikt kleurtje voor de blaadjes. En het past ook een beetje in de tinten van de bladzijden. Dus die ga ik ervoor gebruiken. En wat ik dan ga doen, ik maak het niet helemaal perfect. Dan ben ik hier nog 3 uur bezig. Oh, ik zie dat het alweer 4 uur is. Alweer iets geweest. Ik ga de eerste prijs uitleggen. Oh, ik ben weer 2 dingen tegelijk aan het doen. En ik heb de prijzen al laten zien. Maar voor degenen die dat nog niet gezien hebben, zal ik het nog even snel bijpakken. 1. Prijs 23. Oh, dan hoop ik dat ik het goed, dat ik het niet door elkaar haal. Dan weet ik even niet meer. Ja, volgens mij doe ik het goed. 1 prijs is deze 2 rijstpapiertjes met de roze stempel. Deze. En de lelie. Dus deze. En de andere prijs, en die ga ik over een half uurtje doen. Dat is deze 2 rijstpapiertjes met deze 2 stempels. De lotus en waarschijnlijk dan de magnolia. Welke wat, dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat deze 2 setjes zijn. Dus je krijgt 1 van de 2 thuis gestuurd. Hoe ik dit ga doen? Ik ga zo meteen, bij opmerkingen, op mijn computer ga ik start intikken. Dan hebben jullie 5 minuten de tijd om de vraag te beantwoorden die ik ga stellen. En ik dan maar 1 antwoord per persoon. Dus als je een antwoord geeft met meerdere dingen, zet het allemaal even in 1 comment. In 1 opmerking. Na die 5 minuten, dan moet ik even de tijd in de gaten houden, zet ik stop. Alles wat daarna getypt wordt, telt niet meer mee. Wat ik daarna ga doen... ik kan dat niet ter plekke doen, want dat red ik niet. Is na deze uitzending ga ik mezelf heel veel werk op de hals halen. Dan ga ik alle namen invoeren
in een ja, zo'n bestand waar je zo'n naamselector, om het zo maar te zeggen, die dat voor jou doet. Dus ik ga alle namen invoeren en die laat ik, laat ik een winnaar kiezen. Dat ga ik deze keer zo doen en dat ga ik straks zo doen. Dus ik begin bij start. En als ik stop zeg, alles wat daarna is getypt, dat telt niet meer. Dus ik ga mijn eerste vraag stellen. Dat ga ik twee keer doen. Dat ga ik nu doen en dat ga ik over een klein half uur doen. De eerste vraag die ik ga stellen is eentje die ik niet zelf verzonnen heb, maar ik ga het wel stellen, want het is wel een hele leuke vraag. Is wat zou jij willen zien in niet de eerstkomende, maar die collectie daarna waarschijnlijk, want de eerstkomende is al klaar. Zien in zo'n collectie van Janine's Mindful Art. Dat kan zijn een ander artikel dan een stencil of een stempel. Maar het kan ook zijn een soort stempel of een soort stencil of iets anders. Mag jij bedenken. Er is geen goed of fout in deze vraag. Dat is wel allemaal in het teken van een mindfulness. Dat mindfulness is dat, nou ja, het leven in het nu. Het nadenken, hè, wat je nu doet. En niet continu maar piekeren over de toekomst. Hè, dat het in het nu leven. En daar is deze hele collectie op gebaseerd. En natuurlijk gaat dat niet ineens veranderen. Dus de vraag is... Een naamloterij, ja. De vraag is, wat zou jij graag willen zien in een van de collecties van Janine's Mindful Art? Ik ga nu... op start tikken. En dan zie ik het wel. De namen ga ik allemaal invoeren later. En er is geen goed of fout. Dus het is meer een mening van, goh, wat wil jij? Dan ga ik nu verven. Ik heb water klaargezet. En wat ik altijd even snel doe, is de blaadjes nat maken. Dat kleurt zo meteen net even wat makkelijker. Het is een beetje massa-productie. Maar het werkt wel op deze manier. Zo. De olijfkleurige groene, dat is zo mooie kleur. Iets te veel water, Rianne. En het is wel handig dat het niet perfect hoeft te zijn. Het mag best een beetje rommelig. Is het een moeilijke vraag? Nou nee, er komen al aardig wat antwoorden binnen. Dus het mag een product zijn, maar het mag ook van het soort zijn, een thema of een soort stempel of een soort stencil of nou ja, rijstpapier. Alles mag. Dus geen goed of fout. Het is een mening, hè? Zo. Nou, dit gaat best wel rap. Ja, misschien denk je wel van, nou, wat ik mis eigenlijk al jaren een stempel van dit of dat. Of een... zou zomaar kunnen. Mooie kleur groen is dit. Hè? Ik vind dit zo'n mooie kleur groen. Nou, is sowieso dit hele rechterkantje van deze... Van dit pallet sowieso wel mijn mega favorietje. Want ik gebruik het best wel vaak. Het blijft gewoon prachtig. Zo.
Volgens mij is het precies de tijd dat ik met de blaadjes bezig ben. Als ik klaar ben met de blaadjes, dan druk ik wel stop in. Dan hebben jullie stiekem nog 1 of 2 minuutjes extra, denk ik. Maar dat is geen ramp. Zo. Het is een beetje massaproductie wat ik aan het doen ben. Maar ik heb het gewoon echt allemaal, denk ik, keihard nodig. En anders dan gebruik ik het vast wel weer voor een ander projectje. Superleuke blaadjes om te gebruiken. Dus... En het is, dit is niet perfectionistische kleuren. Het is ook geen realistische kleuren. In dit geval. Het gaat er gewoon om dat er een kleur op komt. Je kan natuurlijk ook, als je dit soort dingen niks vindt, kan je het natuurlijk ook gewoon stansen uit een groen papier of zo, hè? Maar ik vind het altijd wel leuk om het een eigen draai te geven, een eigen kleurtje. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nou, ik ben bijna klaar, dames. En dan druk ik op stop. En dan ga ik nog heel even door en dan doe ik straks de tweede vraag. Dat doe ik op dezelfde manier. Dus ik kan nu, want het is heel lastig om en dit te doen en al die antwoorden... Om daar iemand uit te kiezen. Dus ik vind het ook oneerlijk om dat op zelf te doen. Dus vandaar dat ik het zo'n... volgens mij noem je dat een naamgenerator of zo te doen. Dan hoef ik niet te kiezen. Dan mag de machine dat doen. Nou, dat is al... Denk ik wel voldoende. Deze die mogen even opzij. Op mijn toch al niet veel ruimte... De plek. Die mag daar. Pak ik even een nieuw blaadje. Oh, stop. Ik moet natuurlijk wel een stop drukken. Oké. Nou, dit was 1. Straks komt 2. Even een plat blaadje. Volgens mij had ik dit ook beter van tevoren kunnen doen. Maar ik vind het ook wel stom om altijd alles maar van tevoren te doen. Want dat denk ik, ja. Deze, die ga ik even knippen. Als ik mijn schaar kan vinden, tenminste. Die ga ik even knippen. Dat ik eventjes dat ik de blaadjes even weghaal en dat ik alleen de bloem overhoud. Wordt een beetje te veel in deze layout om alles te doen. Zo. Ik ben altijd heel erg van alles verknippen hoor. Dus niet dat je daarvan schrikt. Maar ik vind dat soms moet je het even aanpassen op wat jij wil of nodig hebt. En in dit geval heb ik alleen de bloem nodig. Ja, dit zijn echt hele mooie spulletjes. Ook dit ga ik niet helemaal... perfect doen. Het gaat er mij om dat het een kleur heeft die handig is bij deze layout. Ik heb trouwens wel gestempeld op waterverfpapier en ik heb dit, in dit geval heb ik de 200 grams gebruikt. Omdat dat net even wat makkelijker knipt dan 300 grams. Ik gebruik de 300 grams wel voor van alles en nog wat. Maar ik merk dat als ik echt moet knippen, dan is het best wel dik. Dan vind ik soms de 200 gram wel zo makkelijk.
Ja, er zit inderdaad vertraging in een live. 1,5 minuut. Dus het kan zomaar zijn dat er ergens soms wat miscommunicatie is, omdat er gewoon een vertraging op zit. Dat zal ze redenen hebben, denk ik. Ik weet niet of jullie dat getimmer horen, maar dan wordt hier keihard gewerkt aan een overkapping in de tuin. Er zijn die mannen, die zijn er nogal druk mee. Dus dat gaat allemaal gewoon, tussen de bedrijven door gaat dat allemaal gewoon door. Nou, ik vond de afdeling niet perfect. Ik wil deze wel een beetje in dezelfde tinten. Ik werk af en toe een beetje slordig, Ria, denk ik dan wel eens. Maar ik ben niet meer bang. En dat is misschien ook wel... ik ben ooit begonnen, ik denk bijna 3 jaar geleden, met een cursus Mixed Media. En in die cursus Mixed Media, die ben ik gaan doen vanuit een eerder traject. En dat is misschien heel persoonlijk wat ik ga vertellen, maar... Vooruit. Ik zit in een mindfulness groep, dus dat kan misschien wel. Maar ik heb een paar jaar terug een, werkte ik voor een dame, voor een vrouw. En daar was ik dan de assistente van. En zij zei op een gegeven moment van, jij bent gewoon overwerkt. En over nou ja, kleine kinderen thuis, een hele drukke baan. En alles wat er sociaal nog bij komt kijken. Het werd gewoon allemaal een klein beetje te veel. En toen zei ze van, jij moet naar een coach. En toen ben ik bij een coach geweest, die ik kende zelf. En die zei, ik kan jou niet helpen. En ik kan jou niet helpen, want ik denk dat jij hoogsensitief bent. HSP, hoogsensitief persoon geloof ik, hè, dat is. En dat is niet mijn expertise. En toen ben ik gaan zoeken naar iemand die zijn expertise dat wel was. Daar ben ik dan terechtgekomen. En ik was inderdaad 1 grote stressbal. En ik ben bij haar individueel begonnen in een traject. Dat heeft toch wel meerdere maanden geduurd. Hoe ga je daar nou mee om als hoogsensitief persoon? Want ja, er zit een stukje perfectionisme bij. Hè? Dat hebben heel veel hoogsensitieve personen hebben dat. En ja, hoe laat je dat een beetje los? Waardoor je dus wat rust krijgt in je hoofd. Het meer, nou, dat mindfulness. Hè? Dat meer hier en nu en... Zorg dat je goed voor jezelf zorgt. Zorg dat je je rust pakt. Noem het maar op. Daar is ze met mij mee aan de slag gegaan. En na een verloop van tijd wilde ze dat ik groepssessies ging doen. Waarom wilde ze dat? Want geloof het of niet, ik was afgrijzelijk verlegen. En daar heb ik eigenlijk al mijn hele leven last van gehad. En nou, zeg maar, gewoon echt last van gehad. En ik durfde dus ook niet in groepen te praten. 1-op-1 kletste ik iedereen in zijn oor of zijn hoofd af. Dat maakte me allemaal niet uit. Maar voor een groep praten, dat vond ik echt doodeng. En ik werk in een MT. Ik ben onderdeel van een MT. En dan moet ik echt wel eens mijn ideeën presenteren. En al ben ik maar de assistente. Hè, ik moet af en toe ook mijn woordje doen. En ik moet ook mijn ding kunnen doen. En ja, dat levert best wel issues op. Dan moest ik echt mee stoppen. Want ik kwam gewoon niet uit mijn woorden, bij wijze van spreken. Dus na dat individuele traject ging ik door naar het groepstraject. En dat vond ik in het begin serieus verschrikkelijk. En ja, dat begint al met van waar in de zaal, hè, kamer of net waar we waren, voel jij je op je gemak? Want overal waar wij binnenkomen als mens, hebben wij een voorkeur, blijkbaar. Waar we willen zitten, waar we willen staan, waar we willen zijn. Als je naar jezelf luistert... Dan denk ik ook wel dat klopt. En dan moest je dus daar gaan staan of daar gaan zitten waar jij je op je gemak voelde. En nou, soms zat je daarmee best wel in een dilemma, want er ging net iemand anders op die plek staan. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe kom je voor jezelf op? Nou, in het begin natuurlijk helemaal niet. Ik ging dan wel ergens anders zitten of ergens anders staan. En nou, we deden allerlei oefeningen. Maar een van de oefeningen die wij deden was via creatief zijn loslaten. En dat
kon zijn dat je een vel papier kreeg en wat zeiknat was. En laat er maar verf in lopen. En jij kan niet bepalen hoe die verf loopt. Dat is voor iemand als ik echt verschrikkelijk in het begin. Echt heel erg. En we hebben er eentje gehad. Nou, daar heb ik nog trauma's van, zeg ik altijd tegen. Maar dan moest je met z'n tweeën aan iets werken. En met z'n tweeën betekende dus dat iemand anders gewoon letterlijk in jouw werk zat te poeren. Nou, dat was... Nou, je wil echt niet weten hoe ik dan gestrest naar huis ging na zo'n sessie. Maar zo langzamerhand kwam je steeds meer voor jezelf op. En zorgde je steeds meer dat je nou daar ging zitten of daar ging staan. Waar jij dacht van nou, nee, maar daar wil ik zijn. En zo langzamerhand, en dat heeft maanden geduurd hoor. Het is niet een project, ik zeg het nu heel makkelijk in een paar minuten tijd. Maar het is echt een lang proces geweest. En dat ging wel steeds beter. En al met al, lang verhaal kort, kon ik aan het einde, was ik blijkbaar zo'n sterke persoonlijkheid, dat dames of heren waarvan ik dacht dat zij heel sterk waren, voor mij opzij gingen. En nu durf ik uitstekend in gezelschap te praten en durf ik er ook te zijn en te staan en dit ben ik. En nog heb ik wel eens last van perfectionisme hoor. En nog moet je af en toe op jezelf letten, maar ook met dat hoogsensitief. Dat ook daar, hè, ik heb vreselijk veel last gehad van de afgelopen corona-periode. Omdat ik, als ik ook maar enigszins op straat was, dan voelde ik alles aan van een ander. En dat begin ik nu eindelijk weer een beetje los te laten. En al met al leerproces. Maar door haar kwam ik wel weer in aanmerking met creativiteit. En ik was altijd een afgrijzelijk creatief kind. En... dat was ik ergens kwijtgeraakt. En dat komt gewoon door het leven. Je gaat werken, je gaat jezelf wonen, en noem het maar op. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. En ik vond dat zo fijn om te doen, hè, over mindfulness gesproken. Gewoon het loslaten. Maar ik vond het ook best wel spannend. En ik dacht, ja, hoe werkt dat dan allemaal? En toen mocht ik van mijn werk doorgaan met iets. En toen ben ik een cursus mixed media gaan doen. En dat is nu... bijna 3 jaar geleden. En die cursus die duurde 7 maanden. Of eigenlijk langer, maar het is iets eerder gestopt. Omdat er uiteindelijk het animo... maar in het begin, ik heb het 7 maanden gedaan. En de dame bij wie ik dat gedaan heb, die had ook psychologie gestudeerd. En ook ja, wist alles van het loslaten van perfectionisme. En bij haar heb ik... het hele creatieve proces, het loslaten, het gewoon proberen en het gewoon doen, geleerd. Want dat was niet zomaar gedaan. En toen ben ik in mei 2 jaar geleden zelf begonnen. In de zin van dat ik dacht van oké, ik heb nu heel veel les gehad. Ik heb een hoop geleerd. Laat ik het ook gaan toepassen. En toen pas ben ik het ook echt gaan toepassen. Dus ik doe dit nog maar iets meer dan 2 jaar. Hoop geleerd. En dat ik dit soort dingen nu doe, zoals deze live. Ik ben altijd nerveus voordat ik begin. Is voor mij echt een mijlpaal en een persoonlijk verhaal. Maar dat is misschien wel een beetje de dag voor. En ook waar we nu mee werken. Wel van toepassing. En ik zal ook de enige niet zijn, denk ik dan altijd maar. Dus ja, ander mens. Hard gewerkt aan mezelf. Longontsteking gehad in die periode. Omdat het best wel heftig was allemaal. Dus ja. En ik denk nog steeds. Ik mag het dan allemaal wel niet perfect doen. Maar ik doe het op mijn manier. En ik probeer ook maar wat. En ik vind het super leuk. En zolang ik er plezier in heb, blijf ik het doen. Heb ik dat niet meer, dan stop ik ermee. En dat is ook misschien wel een beetje de filosofie, hè? Van zorg goed voor jezelf. Doe wat jij leuk vindt. En deze hobby kost mij inmiddels heel veel tijd. En ook geld. Maar ik haal er ongelooflijk veel voldoening uit. En ik vind het ongelooflijk leuk. En zolang dat zo is, krijg ik er... echt heel veel energie van. En blijf ik het ook gewoon doen. Dus hebben jullie nog langer even last van mij. Maar dat is mijn achtergrond even in een notendop. Eigenlijk. Ik kleur toch ook maar heel eventjes van binnen. Ondertussen gewoon het kleuren. Hè? Want ik zit de oren van jullie hoofd af te kletsen.
Maar ik kleur gewoon even door ondertussen. En ik zie al in tijd dat ik het nooit ga redden. Dus ik ga gewoon kijken hoe lang Facebook mij erin wil houden. Want ik wil wel nog even laten zien hoe ik zo'n bladzijde opbouw. En ik zit nu echt van, oh shit, dit bedoel ik dus. En ik, oh, ik had het van tevoren moeten doen. Ik had het van tevoren moeten doen. Aan de andere kant loslaten. Het is nu helemaal zo. Je kunt niet altijd alles maar voorbereiden. Dan zien mensen helemaal niet hoe je het doet. Dat is ook niet leuk. En dan duurt het maar ietsje langer. En dat is dan maar zo. Ook een stukje loslaten eigenlijk, hè. En ja. Dus al met al komen de dingen ook soms op je pad. Ik ben vorig jaar eind november begonnen in het DT of Creative Crew noemen ze dat. Van Hobby Vision. En inmiddels weet ik dat ik ook in het DT van Janice Mindful Arts mag. En dat is zo leuk. En dat voelt ook wel een beetje als een soort van erkenning voor je harde werk en alle inzet en noem het maar op. Ja, dan denk ik, ja, moet je nou kijken hoe leuk dit is. En het is echt gaaf om te doen. En ik doe het ook echt heel erg graag. En dat designteam wordt uitgebreid. Hè. Volgens mij heb ik van alles al over gedeeld. En Janine heeft er al heel veel over verteld. Want er is gewoon wat hulp nodig. En dat vind ik ook wel weer leuk. Weer een beetje een nieuwe fase. Een nieuw team. Ik ben ook benieuwd wie erbij gaan komen. En hoe leuk is dat om dat met elkaar te doen. En ja, gewoon mensen te inspireren met wat je leuk vindt om te doen. Met je hobby, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik vond het wel een eer. En ik doe het heel graag. Dus in het designteam van dit mooie merk. En het hele mindfulness waar ik gewoon heel veel mee heb. Dat, ja, daar was ik wel heel blij om. Dus je blijft gewoon nog even last van me hebben. En ja, omdat ik het gewoon ook echt heel erg leuk vind om te blijven doen. Nou. Toch iets meer tijd dan ik dacht, maar het zij zo. Nou, vind ik dat ik in korte tijd best wel veel heb gekleurd, maar dat wel. Ja, ik vind het echt heel leuk om in het team te komen. Echt heel leuk. Zo. Zal ik de tweede vraag doen? Daar is het eigenlijk ook wel een beetje tijd voor. Dus dan ga ik de tweede vraag gewoon erin gooien, om het zo maar te zeggen. En het gaat weer hetzelfde. Ik stel de vraag, dan druk ik op start. Alle opmerkingen tussen start en stop tel ik mee. Als de live afgelopen is, dan ga ik mezelf heel veel werk op de hals halen door alle namen in zo'n namengenerator te zetten en de computer winnaars te laten kiezen. Waarom doe ik dat? Omdat het vragen zijn waar geen goed of juist geen goed of fout antwoord aan zit. Het is een mening of een gevoel of net heb ik gevraagd aan jullie wat zou je nog willen zien. Mijn volgende vraag is, wat betekent mindfulness voor jou? Ook weer graag één opmerking per persoon en alles tussen start en stop. Ik begin nu met de start te typen. Dus wat betekent mindfulness voor jou in je leven? Of niet? Misschien zeg je, daar heb ik echt helemaal niks mee. Kan ook. Het is geen goed of fout. Dus jouw verhaal, jouw mening en alleen maar wat jij erover kwijt wil. Dus niemand die zegt dat jij persoonlijke dingen neer hoeft te schrijven. Het is een gevoel. Ik wilde eerst vragen wat betekent voor jou, wat betekent voor mindfulness. Maar dat mindfulness, dat is wel bekend. Hè? Het is een stroming van de psychologie. Hè? Het is een... Het loslaten, het leven in het nu, het niet te veel piekeren. Nou, zo. Alle blaadjes zijn nu gekleurd. De bloemetjes zijn allemaal gekleurd. Ik ga gewoon heel even laten zien wat ik bedoel. En ik zal hem uiteindelijk wel af moeten maken buiten de live om. Maar ik ga het gewoon even laten zien. En zal ik de tijd in de gaten houden, want het is ook weer ongeveer 5 minuten.
voor de opmerking. En dan kan je weer zo'n setje winnen, hè? Met 2 stempels en 2 rijstpapiersoorten. Het heel even droog maken, merk ik. Ligt alle kanten op, maar het gaat goed. De bedoeling. En ik denk dat ik dat dikke kant wel echt heel gaaf vind. Ik ben alleen vergeten, dus ik me nou net heb bedenken om thee te zetten. Want dit, normaal gesproken, kleur ik mijn kant met thee. Maar ik heb even geen thee bij de hand. Dat is nou wel iets wat ik vergeten ben, dat ga ik nog wel doen. Zo. Ik ga hem opbouwen, mijn bladzijde. En opbouwen doe ik in laagjes. Ik bouw altijd op in laagjes. Ik ga hem even hier afknippen. Dan de rest weer weg. Ik vind dit wel echt zo'n beetje dat zware, mooie kant. Even kijken. Dat krijgt dus nog een kleurtje. Dat is deze. Die komt er dan ook nog op, hè, op een of andere manier. En wat ik dan doe. Karton. Mensen die mij vaker gezien hebben weten dat ik heel veel met karton doe. Waarom? Omdat ik daar de hoogte van mijn spullen. Krijg ik die spulletjes de hoogte in. En dan kan ik even laten zien wat ik bedoel. Zo, ja. Die plak ik er even achter. Waarom doe ik dat? Omdat ik dan meteen ook iets van alles eronder kan schuiven. Even kijken. Beetje in het midden, zodat ik daar... Misschien dat ik er nog wel 2 doe, maar voor nu is dit wel even goed. Ik gebruik heel vaak karton om de hoogte in te gaan met mijn spulletjes. En nou heb je dus ruimte om mijn spulletjes onder te schuiven. En ik ga niet die hele bloem gebruiken, ik ga het steeds in delen doen. Deze ga ik ook nog kleuren. En ik vond dit wel een mooie metafoor. Dus ik ga hem gewoon even mijn idee erachter... Ja, je kan het ook met inkt kleuren, Yvonne. Dat kan zeker. Ik heb ook de squirt van Lindy's erbij gepakt. Ik denk, die kan ik ook eventueel nog wel gebruiken. Dus de goud. Goudkleurig is ook wel leuk. Maar thee blijft gewoon een beetje mijn favorietje. Dus ik ga dat nog wel doen. Dit. De klok. Betekent tijd. De tijd... De klok komt in deze layout. De tijd moet je soms even op slot zetten. Tijd voor jezelf nemen. Tijd op slot. Maar er moet ook een sleuteltje in. Want soms moet je het weer even openmaken. Want er zitten ook altijd verplichtingen in je leven. Maar dat klokje even op slot. Dat ga ik erin verwerken. En het sleuteltje ga ik erin verwerken. Die raam ik nog kleuren. Ik ga hem op stop zetten. Oké. En er zit een vertraging in, dus bij jullie komt dat iets anders over dan bij mij. Okay. Nou, hartstikke leuk dat jullie meedoen. Ik ga straks alles in de namengenerator doen en die mag de winnaars kiezen. Wat dan de bedoeling is, is het opbouwen van je bladzijden. En dat kun je op allerlei manieren doen. En dan snap je waarschijnlijk ook meteen waarom ik zoveel stansjes nodig heb. Want het zijn heel erg veel spulletjes die je nodig hebt. Ik
Ik ben net klaar bij een workshop bij Jolanda de Ronde. Oh, hij gaat zelf hier een workshop vandaag. Oh, wat leuk. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Daar hebben jullie vast ook weer veel van geleerd. Ongetwijfeld. Ik heb laatst ook meegedaan. Een Jelly Prince workshop. Dat is ook super leuk. Ik heb ook nog die bloemen die ik al eerder liet zien. Hè? Van papier en van foam. Die ga ik hier ook in verwerken. Ik ga jullie laten zien hoe ik dat opbouw. Ik ga later alles even opplakken. En de rest kleuren. En dan hebben jullie in afval het idee waarom of hoe ik dat dan doe. De tijd gaat altijd zo ontzettend snel met zo'n live. Dat kant, dat krijgt ook nog een kleurtje. Dat had ik al gezegd. En als je dit soort klusjes leuk vindt, en dat vind ik, dan is een stansmachine dus wel een idioot makkelijke uitkomst. Waarom? Omdat het anders gewoon zo duur is als je alles maar in crayboard en zo moet kopen. Want dat heb ik hier ook nog. In de eerste lijn. Je ziet de muur niet meer wel. Dat is met mixed media, hè? Dat zie je soms delen niet meer. Dit is dat crayboard. Dat is ook de eerste serie. Dat kan je ook heel leuk hierin gebruiken. Die kun je dan kleuren met bijvoorbeeld embossingpoeder. En dat zou bijvoorbeeld van Wauw die koperkleur kunnen zijn. Die past hier eigenlijk ook wel heel erg goed bij. Maar het kan ook een neutraal kleurtje zijn. Zoals van Lindy's, de Café Olé. Die heeft een heel rustig neutraal kleurtje. Het kan ook wit zijn. Maar dat is wel leuk om dan ook daarin te gebruiken. En zo bouw je eigenlijk in lagen alles op. Die klok die krijgt dus nog een kleurtje. Maar die komt er ook in. Bijvoorbeeld hier. Met dat slotje. Maar zo kan ik serieus wel een half uur pielen. Dat ga ik jullie niet aandoen hoor. Maar dit... Ik wil jullie even laten zien hoe ik dit doe, waarom ik dit doe en hoe dat dan wordt. En nu snap je ook waarom het een kaart kan zijn, hè? Want het is gewoon opbouwen van je bladzijde. Nu valt het kant heel erg weg, dus misschien dat ik daar nog wel mee ga schuiven. En zo bouw ik dat langzaam aan, stukje voor stukje. En als ik niet tevreden ben, dan gaat hij weer weg. En dan zo langzamerhand bouw ik dat op. Sleuteltje moet er ook nog in. Er komen nog vlindertjes in. Hier moet nog een bloemetje. Hieronder moet nog... Hier mag nog wel een bloem. Nou, en dan komen er straks de mooie vlindertjes nog bij. Maar nou snap je ook waarom ik die wat hoger heb, want anders kan je er niks meer onder doen. Dus vandaar dat het wat hoger is. Deze komt hier ook nog in. Ja. Dat is expres. Maar mocht ik me daar dus kapot aan irriteren, dat de hoek wit blijft, dan heb ik een oplossing. Dan ga ik, en dat is echt een favorietje van mij, de muurstempel gebruiken. En dan kan ik dan kleine details, hoef ik niet de hele stempel zo neer te leggen, maar kan hem gewoon loshalen. Hier wat inkt op doen en dan ga ik gewoon zo stempelen. Dan kan ik dat oplossen. Dat is denk ik wel het beste wat ik ooit geleerd heb. Alles is op te lossen. En er is altijd gesso. Als het echt niks meer wordt, dan is er gesso. Dus bijna, ik denk dat ik één of twee keer in al die jaren dat ik dit doe, ruim 2 jaar, maar 1 of 2 keer heb gehad dat ik dacht, oké, ik plak er een designpapiertje overheen en ik begin helemaal overnieuw. Maar dat is echt een beetje aanvoelen van, nou, hoe komt dit uit? Hoe gaat het eruit zien? Vind ik het mooi? Vind ik het niet mooi? Maar dit is wat ik leuk vind om te doen. Scrappen, hè, noemen ze het ook wel. Maar die
klok en zo krijgen dus nog een kleurtje. Maar dat komt. Ik denk dat ik deze bloemen er niet in ga gebruiken, want ik vind de roze te fel. Maar die komen dan in een andere... komen in een ander werkstuk wel weer terug. Maar ik denk dat ik het wel duidelijk heb gemaakt hoe ik dit doe. Ja, nou. En wat ik al zei, daarom heb ik mijn bakjes, want ik hou altijd over. En daarom doe ik het ook, heb ik deze dus, de poort heb ik op ja, karton gedaan. Omdat het dan wat makkelijker is om omhoog te krijgen. En dan kan ik er van alles onder proppen, om het zo maar te zeggen. Ik moet het hier even bij laten. Maar ik denk dat ik wel duidelijk heb gemaakt wat dit wordt en hoe dit wordt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat wit stiekem ook wel heel leuk vind. Dus ik denk dat ik hem niet heel donker maak. Want de achtergrond is al heel donker. En dit is heel donker. Dus de rest mag best een beetje lichter blijven. Het tijdslotje die komt er ook in. En deze komt erin. Ja, ja, ik ben helemaal tevreden. Ja. Oké, okay, ik ga er voor nu mee stoppen. En jullie ongelooflijk bedanken voor het kijken. En nou, voorlopig zal in deze groep Janine de enige zijn die live gaat. Met de spullen, maar jullie zullen ongetwijfeld heel veel voorbeelden van mij gaan zien in de groep. Wat ik soms ook nog wel eens doe van die stappenplannen. Hè? Dus foto's maken terwijl ik bezig ben. En dan neem ik jullie helemaal mee in het proces. Dat doe ik al vaker, maar dat ben ik wel weer van plan om te blijven doen. En ja, de prijswinnaars, de twee prijswinnaars die... ja, ik ga aan het werk om alle namen in te voeren en de computer en twee namen uit te laten kiezen. Hey, hartelijk bedankt. Heel veel plezier bij de workshop van Jeanette vanavond. Die is om 19:30 in deze groep live. En tot de volgende keer. Bedankt!